hebben hier een boerderij in Hilversum. Naast melkkoeien 140 hebben we ook een zorgboerderij met een kinderboerderij ernaast en een restaurant. En daarnaast doen we ook nog educatie, 25 klassen per jaar. Wij willen heel graag de burger bewust maken van waar de melk vandaan komt. En ik denk dat wij als boeren zijnde dat prima uit kunnen dragen. Wat mij betreft nu al een succes. Als je kijkt wat een enthousiasme er is onder de mensen die komen, onder de kinderen die bezig zijn. Hier hebben we achter de melkweg een klein beetje de weg doen van melk van de boerderij tot aan het supermarkt. Ja, en dan op een sportmanier. Hartstikke leuk. Het uiteindelijk beeld wat zij mee naar huis nemen, dat moet positief zijn. En ik denk dat we dat op deze manier heel goed doen. We hebben een rondleiding gehad van de boer hier op locatie. Ja, allemaal top. En een van onze speerpunten is vandaag om te laten zien van oké, wat is er nodig om uiteindelijk dat glas melk op tafel te krijgen. Het is toch belangrijk, denk ik, dat de mensen weten waar het vandaan komt. En samen met een stukje bewegen voor de kinderen vandaag heel erg belangrijk. Juist om dat te activeren in samenwerking met goede voeding is denk ik heel erg belangrijk.